de dag na mijn opname van slimste mensen heb ik okay. een platencontract getekend okay. ja dus ja dat is meer exciting uh, er komen keihard veel leuke dingen aan en uh, samenwerkingen maar ook solo muziek gewoon muziek ook van mezelf okay. uh, dus dat is al kei leuk ja en wanneer kunnen we dat allemaal verwachten uh, uiteraard hebben we daar ook al over nagedacht hè? met het team van mm. oké okay, wanneer zou ik dan de release nogmaals ik ben zo spontaan uh, ik ben zo ik vind het heel moeilijk om dat vast te leggen omdat ik denk ja voor mij is muziek echt, zeker mijn, mijn solo-muziek. Voor mij is dat kunst. Voor mij, Dat kan wel een verre deadline hebben, maar voor mij, ik kan niet zeggen. En op die dag. Nee. Weet je wel <laughs> of je in het Engels of in het Nederlands gaat zien? Ja, dat wel. Het is Engels. Oké, okay. ja, ja. het is zeker Engels. Ik heb getwijfeld over Nederlands, maar ik merk toch dat mijn stem. Uh, Engels gewoon veel fijner vindt om te zingen. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Want als je dan kijkt naar jouw collega's bijvoorbeeld van Like Me, die zijn allemaal in het Nederlands beginnen zingen. Ik heb het overwogen om Nederlands te schrijven en Nederlands te zingen. Maar iedere keer had ik zoiets van. Klopt iets niet? Er klopt. Ik, heb ook, ik heb ook echt een soulstem. En Nederlands is een taal met heel veel medeklinkers, heel veel stoppers in de flow, zeg maar. En Engels is lekker rond en heeft ja. die lekkere R en de A en de O en de Y en zo. De heel lekkere klanken. En dat is voor een, voor een, ja, voor een soulstem is dat gewoon, bekt gewoon echt lekker. Nee.